De aanhoudende regens hebben ervoor gezorgd dat de medische zending het Sipaliwini-gebied niet meer heeft kunnen aandoen. Dat zegt Herman Ginty, directeur van de medische zending. Begin vorige week zijn bij een epidemiologische missie naar dat gebied 11 personen positief getest. Vanwege de zware regens wordt het werk echter gestagneerd. Vanaf het moment dat we terug zijn, regent het verschrikkelijk in het zuiden. Dat betekent dat de meeste vliegvelden, met uitzondering van KWM Haken in het zuidoosten, alle vliegvelden zijn dus onbegaanbaar. Er kunnen dus geen vluchten uitgevoerd worden naar het gebied, waardoor de missie die we hebben gepland nog niet is uitgevoerd. We vinden het jammer, maar de medische zending, zoals ik u eerder zei, we monitoren de situatie, ook in het zuiden. Maar zoals ik gewend ben te zeggen, vanuit de 51 polyklinieken van ons in het land, monitoren we de situatie. We hebben contact met het dorp en de polykliniek van ons ter plekke. We moeten gelukkig meedelen dat de situatie niet is verergerd. Ginty zegt verder dat de medische zending ook de situatie in het zuidoostelijk deel van Suriname, dus de grens met Frans-Guyana, monitort. Zoals u weet zijn de infecties in Frans-Guyana meer en meer geworden. We blijven in contact met onze Franse counterpart om te kijken naar de strategie die zij hanteren aan de overkant. Op dit moment monitoren we het ook vanuit het oosten van al onze polyklinieken aan de Marowijne rivier en de bovenloop van de Marowijne rivier. Blijven we de situatie monitoren. En elke suspecte geval wordt met alle kundigheid afgehandeld, zodat we de situatie kunnen beheersen. Want dat is het in principe. We willen de situatie blijven beheersen. En we moeten misschien bedanken iedereen die tot nu toe bijdraagt, vooral de gemeenschap hoor, die met man en macht de medezending bijstaat, om elke suspecte geval, elke melding op onze polyklinieken, maar ook in de dorpen aan te geven, zodat we er achteraan gaan. Aldus Herman Ginty, directeur van de medische zending. Hij sprak over de stagnatie die zij ervaren vanwege de zware regens die vallen in het zuiden van Suriname.